Goed, Rogier, het volgende hoef je mij niet helemaal uit te leggen wat het zijn, want nee. Iedereen kent ze, rimpels. Oké, kap me gewoon af als het te veel wordt. Rimpels heb je in verschillende maten. Ja. Je hebt hangrimpels, je hebt expressierimpels, dus als mensen heel goed beweren. En wat is er aan te doen? Nou, in zijn algemeenheid zijn er heel veel middelen voor om te doen. Ik zal ze gewoon allemaal noemen. Ja, noem ze maar. Je hebt de hyaluronzuren. Dat noemen ze de biostimulatoren. Er is een nieuw middel bijgekomen, organismen. Maar dat is in zijn algemeenheid fillers. Ja. Je hebt de botox en je kan met lasers werken, met peelings kan je werken. Heel veel. En wat hebben we nog meer vergeten? Soft silhouet. Oh ja, soft silhouet kan je ook doen. Heel flexor. Goed. En flexor. Ja, goed. Nou, je wordt echt een expert. Ja, goed hè. Ja, dus dat is het eigenlijk. En ja, goed, afhankelijk van het middel wat je kiest, zijn de resultaten. Ja, botox is relatief wat korter, 3 tot soms ooglopend naar 9 maanden. En de langstwerkende zijn 3 jaar. Ja, en je vertelt al hoe lang de resultaten duren, maar wat kan iemand verwachten nog van resultaten? Ja, gewoon de rimpels zijn echt goed te behandelen. Ze zijn echt gewoon weg. Ja, dat kan ik dan weer net niet zeggen. Bijna weg. Bijna weg, ja, zeker. Oké, heel duidelijk. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Helemaal niets. Nee, oké. We kennen ze allemaal, de rimpels. Je kan ze dus op heel veel verschillende manieren behandelen. Uiteraard, als je bij Rogier komt, zal hij bekijken wat de beste manier is. Het kan gaan van fillers, botox, plexor, soft silhouet. Dus heel veel verschillende mogelijkheden om die rimpeltjes toch weg te krijgen en er weer stralend om uit te zien. Zeg ik het goed? Juist.